Een winkel om op te eten. Letterlijk. In de centrale stationshal van Utrecht Centraal is deze week de eerste eetbare chocolade pop-up van Nederland te vinden. Hier kom je oog in oog te staan met de boeren die jouw chocola maken. Vandaag, op de Internationale Dag van de Rechten van het Kind, stond de pop-up in het teken van kinderarbeid. De pop-up is een initiatief van Fairtrade, ook wel bekend als Stichting Max Havelaar. Wie vindt chocola heel lekker? Met deze actie worden mensen bewust gemaakt van het oneerlijke handelssysteem dat kleeft aan chocolade. Nog altijd werken ruim 2 miljoen kinderen in de cacao-industrie in Ivoorkust en Ghana. Ik vond het vooral heel heftig om te zien dat kinderen, dat het niet gewoon is dat ze naar school kunnen. En naar school kunnen is heel belangrijk, ook al denken sommige kinderen, nou ik vind het heel stom. Maar het is belangrijk om je te ontwikkelen, zodat je later werk kan gaan doen, waardoor je geld kan verdienen, waardoor je kinderen niet weer in dezelfde situatie komen. Ik heb geleerd dat er heel veel onrecht is in de cacaohandel. Dat kinderen moeten werken om cacaobonen te verzamelen en mensen niet genoeg geld krijgen die het hebben gemaakt. Wij zorgen dat boeren betere prijzen voor hun cacao krijgen. En daarnaast is bijvoorbeeld het oplossen van een probleem als kinderarbeid, dat vergt echt een hele lange adem. Wij werken samen met gemeenschappen van boeren om te zorgen dat er dingen worden ontwikkeld om kinderen weer naar school te kunnen laten gaan. Nou, ik vind het wel lekkerder. Waarom? Nou, je hebt niet zo'n schuldgevoel. In de winkel worden de chocolademuren afgebroken om daarmee symbolisch het oneerlijke handelssysteem te doorbreken. Chocola is heerlijk, maar laat het ook eerlijk produceren. Geen kinderarbeid, geen onrecht, geen ongelijkheid. Alsjeblieft, betaal de prijs die hiervoor staat. Ik denk dat eigenlijk bij onszelf begint. Ik denk dat wij met z'n allen heel veel kunnen doen en dat wij, als je zelf al kleine dingen verandert, al heel veel impact heeft. Fairtrade hoopt dat consumenten kiezen voor Fairtrade chocolade. Ook tijdens de feestdagen, en roept bedrijven op om eerlijke prijzen te betalen. Wij eten